Bedrijventerrein Loven is vanaf nu beter bereikbaar voor goederentreinen. Het spoor is geëlektrificeerd en dat betekent dat het vervoer over dit stuk rails niet meer is voorbehouden aan treinen met een diesellocomotief. Tot nu toe moesten elektrisch aangedreven treinen worden omgekoppeld op een rangeerterrein, maar nu kunnen treinen zelfs vanuit China doorrijden naar Railport Brabant in Tilburg. Het project is een initiatief van GVT Group of Logistics en past binnen het programma Beter Benutten, dat bereikbaarheidsproblemen in Brabant op moet lossen.